Ik heb een vraag voor jou. Ja. Want ik zit natuurlijk qua religie aan de spirituele kant. Jij zit meer aan de christelijke kant. Waarom wordt het onderwerp zelfliefde als duivels en satanistisch gezien in het christelijke geloof? Waarom mag ik niet gewoon liefde voor mezelf hebben? Er is een vers die gaat over Paul, waarin Paul zegt: elke dag ga ik diep van binnen een stukje dood. Niet letterlijk, maar figuurlijk gezien. Dus een stukje van de ik, van mij, sterft af, zodat er meer ruimte ontstaat voor de Heilige Geest, voor Jezus, voor God. Dus de reden waarom een christen zoiets kan zeggen, is omdat des te meer je van jezelf houdt, des te minder ruimte er letterlijk is voor het houden van God. Dus dit is zeg maar hoe ik het zie, een ander christen kan het anders zien. Ik ben het eens met wat je zegt. Wanneer er iedere keer een stukje meer van jezelf afsterft, dan is er meer ruimte voor. Maar wat sterft er van je af? Sterft er een stukje van je ziel af? Of sterft er misschien een stukje van een ego-identiteit af die jij ooit hebt aangenomen, waarvan je ontdekt dat het eigenlijk helemaal niet is wie jij bent? Dus snap je hoe ik hem bedoel? Ja, dat is een hele mooie vraag, man. En ik weet niet of ik hier het juiste antwoord op heb. Maar wat ik zo denk is meer het tweede, dat stukje ego-identiteit afsterft. Want in christendom heb je een definitie van liefde in 1 Korinthe hoofdstuk 13 en dan vanaf vers 4. Liefde draait niet om jou, het draait om de ander. Ik wil hem wel oplezen. Ja, doe. Ik vind het juist interessant, hè, want ik ken heel weinig mensen die heel christelijk zijn. En ik vind het juist moker interessant om dat soort gesprekken met die mensen te voeren. Dus wat betekent liefde voor een christen? Groot spiegel voor veel christenen, inclusief ik. De liefde is geduldig, vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. En zoekt niet haar eigen belang. Een stukje zelfliefde. Ze wordt niet verbitterd. Denkt geen kwaad. En verblijft zich niet over ongerechtigheid. Maar verheugt zich op de waarheid. 1 Korinthe hoofdstuk 13... Vers 4 tot 6 is dit. En je kan nog verder lezen en dan haal je er nog meer uit. Ja, maar ik ben het hier helemaal mee eens. Wat jij zegt, daar ben ik het helemaal mee eens.